Hi Chucky. Hoi, alles goed? Ja, goed met jou? Lekker hoor, een hele druk schema. Natuurlijk druk met de voorbereidingen voor mijn feest in de Hennek Music Hall 1 februari 2014. Ja. Dus daar ben ik gewoon heel druk mee en natuurlijk ook de release van mijn nieuwe single Skydive. Ja. Voordat we daarover gaan hebben, heel even heel kort zeg maar hoe je begonnen bent. Ja. Je bent geboren in Suriname. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond? Ik ben geboren in Paramaribo. En ik heb daar tot mijn 7e gewoond. En toen zijn we naar Nederland verhuisd. Ja. Ik weet nog precies de datum. 19 november 1985 ben ik naar Nederland gekomen. En in Amsterdam-West opgegroeid. En toen later naar Den Haag verhuisd. En 2 jaar geleden verhuisd naar Aruba. Zeg maar, kun je nog veel van Suriname herinneren, muzikaal gezien? Muzikaal gezien kan ik me heel veel herinneren van Suriname. Dat was echt de tijd van breakdansen. Ja. Dat kan ik me heel goed herinneren, want op straat was er altijd wel actie en er waren altijd breakdancers bezig. En een van de eerste muzikale herinneringen voor mij was, ik weet nog dat ik in de auto zat met mijn vader. En toen kwam Shannon, Let the Music Play voorbij. Dat is echt zo'n plaat. Ja. En dat is echt een klassieker. Dat is ook een hele belangrijke plaat voor mij geweest. Wat maakt die plaat zo belangrijk voor jou? Nou, sowieso is die plaat voor mij heel belangrijk, omdat het mijn eerste muzikale herinnering is. Mm-hmm. En ook omdat het was toch wel min of meer elektronische muziek, maar het had ook heel erg veel affiniteit met hip-hop. Yeah. En dat is uiteindelijk toch wel waar ik toch voor sta. En jij zei van, nou ja, dat was een van je eerste muzikale herinneringen. Was je toen zelf al bezig met muziek maken of kwam dat later? Nee, ik was toen zelf niet bezig met muziek maken. Even kijken, pas toen ik in Nederland woonde, toen merkte ik dat ik heel erg veel interesse in muziek had. Ik ging op een gegeven moment op mijn slaapkamertje radioshows opnemen. En op een gegeven moment begon ik te experimenteren met bandjes knippen. En dat deed ik gewoon echt op mijn, 12e, 13e. En daar was ik gewoon heel erg veel mee bezig. En op een gegeven moment heb ik via mijn beste vriend eigenlijk het DJ'en ontdekt. En ben sinds toen eigenlijk begonnen. Toen ik op een gegeven moment begon te draaien, had ik niet zoveel geld. Maar ik had toen uiteindelijk wel gespaard om een computer te kopen. Ja. En ik leende dan platen en die ging ik opnemen. Omdat ik kon die platen niet kopen, dus leende ik het van vrienden. Ging ze opnemen. En op een gegeven moment wilde ik altijd mijn eigen versies maken. Omdat anders draait iedereen hetzelfde. Ja. Dus ik ging altijd mijn eigen versies maken. En dat was eigenlijk de basis van mijn produceren geweest. Hoe maak je die eigen versies toen? De eigen versies maakte ik met toen een Atari. En een programmaatje heette Pro Tracker. Mm-hmm. En ik samplede die platen stuk voor stuk, want je kon maar een x aantal seconden samplen. Dus wat gebeurde er? Automatisch maakte ik dus een veel kortere versie dan de originele plaat. Ja. Maar het waren wel mijn edits. En daardoor eigenlijk ben ik veel sneller gaan mixen en veel meer dynamischer gaan mixen. Legde je ook beats onder die dingen die je binnenhaalde via het programma? Nee, ik ging ze vaak rearrangen, zeg maar. Eigenlijk rearrangen en de bridge naar voren halen of het refreintje als eerste of een stukje instrumentaal, dat loopen. En dat deed ik heel vaak en het was wel leuk, want daardoor was het toch wel anders wat ik draaide. Maar dus in principe, als ik het goed begrijp, is dat je zeg maar je behield gewoon de oude tracks, was een soort mashup, maar je voegde er zelf geen baslijn. Ja, af en toe okay. Voegde ik wel wat drums bij. Mm-hmm. Vroeger, als ik zeg maar een track ging opknippen, dan voegde ik af en toe wel drums erbij. Mm-hmm. Of een extra loop of zo. Maar over het algemeen was eigenlijk de bedoeling dat het gewoon überhaupt anders klonk dan het origineel. Ja. Dus wat er ook voor nodig was, dat deed ik dan. En wanneer zeg maar, kun je echt zeggen dat je je eigen... weet je nog wanneer je dacht van, hey, nu heb ik een beetje een soort eigen handtekening onder mijn muziek? Op een gegeven moment ben ik steeds meer gaan produceren. En dat ging van amateuristisch werk naar loopjes maken, bandjes opknippen, naar uiteindelijk een beetje in programma's, songs editen. En op een gegeven moment leer je produceren. En op een gegeven moment had ik wat tracks gemaakt met een bepaalde sound die geïnspireerd waren door eigenlijk hardstyle. Mm-hmm. Van die hele high-pitched sounds. En dat was eigenlijk de basis van de Dirty Dutch sound. Ja. Wanneer was dat? Weet je dat nog? Het zal het zijn 2004, 2005 ergens.
Sowieso weet ik nog dat ik in Nederland toen, die tijd, ik praat over het jaar 2000, had je een sound die bij de donkere jeugd in Nederland heel populair was. Dat heette bobbling. Ja. En wat gebeurde er met die stijl? Dat was eigenlijk, dat waren platen die hoorde je op 33 toeren te draaien, maar die werden dus op 45 toeren gedraaid. Waardoor die platen eigenlijk min of meer een house tempo hadden, ja. 128 bpm. En ja, die platen hoorden dus eigenlijk niet zo. En toen besloot ik dus een plaat te produceren die wel zo hoorde op dat tempo. En die plaat heette de Party Crasher. En met die plaat wist ik ook van, hey, ik heb nu toch wel iets neergezet wat er eigenlijk niet was. Ja. En dan had je zeg maar daarna, je had vervolgens, dit staat los van je eigen samen met die Dirty Dutch? Nou, dat is toch wel, dat is een van de invloeden er. Oh, daarbij, oké. Ja, die Latin beats, die zaten er toch wel altijd in en die zitten er nu heel vaak nog steeds in. Ja. Heb jij, als jij zeg maar nu terugkijkt, je hoort de Dirty Dutch viert dan 10 jaar bestaan in de Heineken Music Hall, ja. Op 1 februari. Hoe blik je terug zeg maar, op die Dirty Dutch periode? Als je zeg maar Dirty Dutch in het begin bekijkt en wat het nu is geworden, is het qua muziekstijl veel anders of qua beleving? Qua beleving is Dirty Dutch natuurlijk veel, is heel erg gegroeid. En dat is ook wel de bedoeling van het 10-jarig bestaan, Dirty Dutch. Ik ga er niet één groot classics feest van maken met alle platen van die tijd, maar het is meer, wat ik ga doen is een verhaal neerzetten. Echt wel in anno 2013 stijl, maar wel terugblikken op al die jaren Dirty Dutch, vanaf de allereerste Dirty Dutch, met beeld en geluid. Maar dan wel allemaal in een nieuw jasje. Komen er nog gasten? Of er nog gasten komen? Er komen waarschijnlijk wel gasten, maar daar ben ik heel erg druk mee bezig en wil ik ook niet te veel over zeggen. Maar als ik terugblik dus op Dirty Dutch 10 jaar geleden, vroeger was het veel meer richting de urban en nu heb ik veel meer de nadruk op dancemuziek en staat dancemuziek centraal. Maar daarin neem ik nog steeds wel alle invloeden mee, wat eigenlijk Dirty Dutch bepaald heeft. En dat is ook wel altijd goed geweest. Dat is ook het succes van Dirty Dutch, dat er voor ieder wat wils was. Het sprak een hele brede doelgroep aan. En vooral meisjes die vonden het leuk, omdat er natuurlijk genoeg sexy elementen in zitten. En dat heeft gewoon goed gewerkt. Maar je zei van 10 jaar terug was het meer urban, nu is het meer dance. Is dat ook een soort ontwikkeling die je ziet zeg maar, binnen de gemeenschap? Ja, muziek maakt sowieso een rondje. Ik merk dat op een gegeven moment ging Nederland van urban heel erg naar dance trekken. En nu zie je dat eclectische muziek in Nederland, dat het weer heel erg groot aan het worden is. De urban muziek wordt heel groot in Nederland. En dat vind ik overigens wel leuk, want dat is natuurlijk mijn comfortzone. En dat is voor mij ook wel heel leuk materiaal om mee te werken voor mijn nieuwe shows. Dat kan ik natuurlijk wel heel goed. Ja, heb jij die Dirty Dutch, is het iets waar je altijd zeg maar, je ei in kwijt zou kunnen? Met Dirty Dutch, de manier waarop ik het heb, het is natuurlijk een eigen idee geweest. Dirty Dutch, het woord dirty slaat eigenlijk op straat. En de Nederlandse straatcultuur was de grootste inspiratiebron voor Dirty Dutch. Dus, en dat zal het ook wel altijd zijn. En daarin kan ik altijd wel mijn ei kwijt. Het is zo gevarieerd dat ik er eigenlijk nooit mee uitgespeeld raak. Ik kan elke keer, hangt er vanaf wat mijn mood is of wat ik wil doen, kan ik elke keer naar links of naar rechts gaan. En dat is natuurlijk wel, tof. Ben je, zeg maar, daarin leidend of zoek je ook heel erg, blijf je op zoek naar wat zeg maar, de straat luistert en wil horen? Of? Nou, ik ben altijd aan het kijken wat de straat eigenlijk uiteindelijk beïnvloedt. Weet je, uiteindelijk wordt de straat ook beïnvloed door iets. En ik probeer dus die beïnvloeder te zijn, zover ik kan. Wat muziek betreft, voel je altijd wel een beetje aan als je er middenin zit, waar het heen gaat. En dat hou ik dus ook altijd duidelijk in de gaten. En je moet nagaan dat ik mijn shows vooruit moet plannen. Dus ik moet nu al bedenken hoe dat moet gaan klinken. Maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, met alle respect hoor, maar dat je op een gegeven moment ouder wordt. Ja. Dat je gewoon op een gegeven moment wat succesvoller wordt. Ik bedoel, je gaat je reis de wereld over. Ja. Hoe zorg je dan dat je in contact blijft of weet wat er speelt in die Nederlandse straat? Wat er gebeurt natuurlijk, vroeger moest je je echt onder de mensen begeven. Ja. En ging je ook naar de platenzaak om te kijken wat nieuw was en wat er zou spelen. Nu is het natuurlijk, anno 2013 gaat het heel anders. Nu moet je de blogs in de gaten houden. Je moet online heel erg goed kijken wat er gebeurt. En dat is sowieso
ik besteed heel veel tijd aan muziek per dag, zover ik kan. En dat is dan natuurlijk eigenlijk een vaste routine voor mij. En ik let ook heel... Ja, dan let je op een gegeven moment vanzelf op wat er gaat gebeuren en wat er gebeurt. En dan zie je op een gegeven moment vanzelf ook de spannende namen ertussenuit springen. Dus zo hou ik dat in de gaten. Dus ja, er is wel degelijk een manier om dat in de gaten te houden. Als je zeg maar nu kijkt, wat zie je nu heel erg opkomen? Of wat speelt? Ja, je hebt nu heel erg die crossover tussen urban en dance. Hier in Nederland heel sterk. Ze noemen het trap music. Er is er ook echt een twerk sound, is er ook. Ja, dat is een heel erg balans tussen hip-hop beats en zeg maar elektronische geluiden. En dat speelt heel erg. En het wordt steeds beter en beter. Dan merk je ook, de producties worden steeds beter. Er komen ook echte songs. En ja, dat speelt wel heel erg. En dan ga je nu zeg maar op... Nee, daar heb ik inmiddels al een jaar geleden of twee jaar geleden op ingespeeld. Nee, maar ga je dus, is dat ook een element op... Op Dirty Dust is dat zeker een element. Maar sowieso het flirten van met urban en dance en het bij elkaar brengen, het mixen daarvan, dat is sowieso wat ik altijd doe bij Dirty Dutch. En in dit geval wil ik wel wat lokale invloeden erin verwerken. Ja. Dus bijvoorbeeld beats van Reverse, die natuurlijk een van de grootste hip-hop producers is van Nederland. Ja, dat wil ik heel graag erin verweven en dat lukt ook wel.